Feli Delkau, vandaag hier de Nederlandse bekerfinale in Tilburg. Ajax tegen Fortuna Sittard. Niet zo eenvoudig, want Ajax kwartfinalist in de Champions League. Jullie einde van het seizoen ook. Misschien einde van het project wellicht ook. Hoe heb jij dat bekeken en hoe is het gegaan vandaag? Ja, we wisten dat het natuurlijk moeilijk ging worden. Want ja, Ajax, zoals je zelf zegt, heeft heel goed gedaan in de Champions League. Maar ja, we zijn er gewoon 100% voor gegaan om te winnen natuurlijk. We hadden wel een goed plan en we hebben daar echt goed op getraind. En de voorbije weken echt aandacht aan besteed. Dus ja, het is jammer dat het zo gelopen is natuurlijk. Ja, de eerste helft, jullie deden het heel goed. Die de redt een aantal ballen. Jullie krijgen ook een aantal. Het kwam er een paar keer goed uit. Maar dan tweede helft word je in feite genekt door de VAR, denk ik. Een handspel wordt dan gegeven. De wedstrijd was al heel lang terug bezig. Hoe voelde dat aan op het veld? Ja, klopt. Ja, ik had zelf niet door dat hens was. Dus het was een beetje als een shock van waar komt dit nou? Ja. Maar ja, het zal wel hens geweest zijn. We zullen gekeken hebben. Dus ja, terecht dan, denk ik. Wel jammer dat het zo gebeurt, want door die 1-0 komt het natuurlijk wel. Hebben ze wat meer geloof en ze, en dan jammer dat ze die tweede dan ook prikken. En dat wij dan het niet kunnen aansluiten. Ja, dan komt er een hoekschop van Tessa, die wordt weggewerkt. En dan, wat denk je dan? Ik ga die eventjes proberen. Ja, ik dacht, ik schiet gewoon. Ja, ik had niets te verliezen, dus. Prachtige goal, hè? Ja, dankjewel. Ja, ja, en dan het vervolg. Jullie proberen dan nog wel terug te komen, maar uiteindelijk, zij maken dan toch nog de 3-1. Ja, klopt. Ja, als je 2-1, dan heb je wel geloof dat het nog kan. En dan willen die op zich naar die tweede. En dan is het wel jammer dat het dan niet lukt. En dan zij dan die derde plek. En dan, ja, dan kun je het wel nog forceren, maar dan weet je dat het moeilijk wordt. En zeker naar de tijd, naar het einde toe. Ja, voor jou zit het project Fortuna Sittard er nu op. Je trekt naar Duitsland, naar Hoffenheim, bij Gilles Janssens ook. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik heb er heel veel zin in. En ik heb zin om een nieuwe competitie te leren kennen. En ja, gewoon vol zin, denk ik. Ja, ja. En dan, er wordt ook nog wedstrijden met de Red Flames. Tsjechië 2 keer, dan Denemarken en nog naar Spanje in de zomer. Hoe moeilijk is dat om na het seizoen nog die matchen te spelen? Want daar is ook nog een flinke periode tussen, hè? Ja, klopt. Ja, volgende week zijn we inderdaad weer weg met de nationale ploeg. Maar ja, ik kan me wel genoeg opladen daarvoor, denk ik. En het zijn altijd zo'n mooie wedstrijden om te spelen, dus daar doe je het voor. Dus ik heb er wel nog zin in. Oké, dankjewel en veel succes in elk geval. Dankjewel.